Toe dan, hoorde ik mezelf schreeuwen langs de kant. Zet die voet voor de bal, slide in. Eerst schreeuwen tegen je zoon en vervolgens langs de lijn ruzie maken met de vaders van de tegenpartij. Ook wel wangedrag langs het voetbalveld. In het nieuwe boek van Martin Hendriksma, Vaderkoorts, beschrijft hij het gedrag van voetbalvaders. Maar ik merkte wel dat ik ontzettend met die wedstrijden bezig was. Toen ik al op vrijdagavond begon met de ijsberen door het huis. Dat ik vaak de nacht ervoor slecht sliep. En ook nog de rest van de zaterdag na de wedstrijd nog al die beelden terugzag op een netvlies. Toen ben ik een boekje gaan schrijven over de opwinding die mij, maar ook de andere vaders, langs de rand van het veld ineens overkwam. Wij begonnen ineens als gekker te schreeuwen bij tijd en wijle en deden allemaal dingen die wij normaal gesproken nooit zouden doen. Daar gaat het boekje over. En uw eigen zoon was toen 10 jaar. Hoe reageerde hij toen? Hij zei vaak op weg naar huis van je was weer vreselijk als we in de auto zaten. In mijn boek steekt hij zijn middelvinger naar me op. Dat heeft hij in het echt niet gedaan, maar het had een haar geschild, denk ik. Wat deed dat met u? Nou, ik vond dat vaak wel uiteraard heel terecht dat hij dat deed. Ik dacht van, ik moet mijn leven beter, ik moet volgende week dat niet meer doen. Maar zodra die bal dan weer rolde, dan ging toch weer staan schreeuwen. En de andere vaders vaak net zo, op een enkele uitzondering na. Hoe agressief kunnen vaders zijn die langs de lijn staan? Nou, het gaat heel ver. We hebben meegemaakt dat de vaders van de tegenpartij op een gegeven moment onze eigen scheidsrechter van 14 voor schele lul uitmaakten. Een paar keer zijn we ook bijna met andere ouders op de vuist gegaan. Dus dat is toch iets wat je natuurlijk niet zou moeten doen. In hoeverre denkt u dat dit boek agressieve vaders en moeders bewust zou maken van hun gedrag? Nou, ik hoop dat ze een soort lachspiegel voor kunnen houden van jongens, moet je kijken wat voor idioten wij eigenlijk zijn. Dus ik heb het iets aangezet, iets grappiger gemaakt dan het in het echt is. Met als doel dat mensen het boekje lezen, leuk vinden, maar toch ook wel de moraal ervan inzien. Naar ik hoop dat ze toch hun gedrag zouden moeten gaan veranderen langs de lijn.